Dit is een aflevering van een serie videocolleges over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nico Roorda. Bij de videocolleges wordt gebruik gemaakt van FIA, oftewel Future Focused Entrepreneurship Assessment. Dat is een assessmentmethode voor bedrijven en andere organisaties, waaronder overheids-, zorg- en onderwijsinstellingen, stichtingen en verenigingen en ook voor afdelingen daarvan. De algemene term is in de videocolleges de organisatie. Deze video behandelt het onderwerp visie, missie en strategie. Ik heb in de loop van de afgelopen jaren heel wat opdrachten gegeven aan studenten om hun eigen of een andere organisatie te gaan onderzoeken. En daarbij heb ik met name als het ging om het onderwerp visie, missie en strategie een aantal opmerkelijke dingen gevonden in de rapporten die zij erover schreven. Er bleken nogal wat misverstanden te bestaan over dat onderwerp en daarom lijkt het mij goed om daar in dit college eens even goed aandacht aan te besteden. Om te beginnen even een definitie van de verschillende begrippen. Om te beginnen visie. Visie is de manier waarop een organisatie naar zichzelf en naar de wereld kijkt. En er zijn goede manieren om te ontdekken wat de visie van een bepaalde organisatie precies is. Om te beginnen, wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze waarden? Waar ligt onze hartstocht? Wat is waardevol of belangrijk in de wereld om ons heen? Dat wat de visie betreft. De missie is de reden waarom de organisatie bestaat. Kijk, want je kunt nog zozeer een visie hebben op hoe de wereld in elkaar zit en wat er allemaal zou moeten gebeuren, maar aangezien geen enkele organisatie de hele wereld op de schouders kan nemen, zal de organisatie in het algemeen toch een bepaald doel op zich nemen, een reden om te bestaan en om ergens naar te streven. Met een mooi woord in het Frans, de raison d'être. Het is ook de vertaling van de visie naar de opdracht die de organisatie zichzelf geeft. Vaak, maar zeker niet altijd, is die missie vastgelegd in een mission statement. Daar kom ik zo meteen op terug. Vragen die helpen om de missie te ontdekken zijn: waar streven we naar? Waarom zijn we er? Waartoe zijn we er? Dus met wat voor doel? Wat is onze betekenis? En voor wie? Wat zijn onze doelen? Wanneer zijn we succesvol? Wat is succes voor ons eigenlijk? Nou, en dan tot slot de strategie. De strategie is dan de manier waarop de missie in daden wordt omgezet. En dan gaat het niet zozeer om de alledaagse operaties, de handelingen die je voortdurend aan het verrichten bent, maar de grote lijn daarin. Een vraag daarbij is dus, hoe pakken we dat in grote lijnen aan? Dat betekent dat je dus kunt zeggen, de visie heeft betrekking op de identiteit, hè? Wie zijn wij? De missie gaat over, zeg maar, de passie, datgene waar je helemaal voor gaat als organisatie. En de strategie heeft dan te maken met de actie. Wat doe je? Ik ga ze even benaderen vanuit de vier perspectieven van FIA. Let wel, wat ik je hier vertel is een verkorte versie geschikt voor deze video. Maar als je er echt mee wilt gaan werken, zoek dan de complete tekst op in het FIA-boek, want alleen dat is geldig. Om te beginnen, perspectief 1, ook genoemd nijver. Een typisch nijvere organisatie, daarvoor geldt dat het bestuur of het management, zeg maar dus in het algemeen de leiding, een visie heeft op de identiteit van de organisatie. Dat is een visie die niet sterk gedeeld wordt met de rest van de organisatie, met de medewerkers. En dat heeft ermee te maken dat de visie vooral impliciet verwoord is. Dus nergens expliciet opgeschreven. Hij zit vooral in de hoofden van de mensen, de leden van het bestuur of het management. En als je ze vraagt om die missie eens te noemen, dan zullen ze eerst eens even aan hun hoofd moeten krabben. In perspectief 2 is dat anders. Daar is de visie vastgelegd. Bijvoorbeeld in een mission statement, maar het kan ook zijn dat dat in andere documenten is. Je krijgt daar zo een voorbeeld van. Verder zijn de medewerkers ook actief betrokken bij de continue ontwikkeling en de verbetering van die visie. En van de missie dus.
Actief betrokken betekent veel meer dan dat ze achteraf mogen reageren op wat de bazen bedacht hebben. Nee, ze zijn voortdurend bij het ontwerp of eventueel het herontwerp van die visie en die missie, bijvoorbeeld dus van de mission statement, voortdurend actief en creatief betrokken. In perspectief 3, systemisch, daar wordt die visie dan ook periodiek uitgedaagd en als dat nodig is, wordt die opnieuw ontworpen. Klanten en andere externe stakeholders, bijvoorbeeld toezichthouders of financiers, zijn daarbij actief betrokken. De medewerkers ook nog steeds natuurlijk, want al het vorige van perspectief 1 en 2, voor zover het althans positief is, zijn bij perspectief 3 nog steeds geldig. Verder geldt in perspectief 3 dat het beleid aandacht schenkt aan de ontwikkeling op de lange termijn. Terwijl bij die andere perspectieven 1 en 2 dat veel meer iets is voor de kortere termijn. Nou, dan perspectief 4, holistisch. Daar geldt, de denkbeelden over de missie worden voortdurend actief en creatief uitgedaagd, waarbij inspirerende vergezichten niet worden geschuwd. Idealisme en dromen mogen daar een rol bij spelen. Net als zeg maar visioenen, beelden van een wat verder weggelegen toekomst, die gunstig of ongunstig zou kunnen zijn voor de samenleving als geheel en ook voor de organisatie. En verder, de samenleving is nu ook actief betrokken bij de continue ontwikkeling van de visie van de organisatie. En dat betekent niet alleen maar dat er eenrichtingsverkeer is vanuit de samenleving, en natuurlijk ook nog steeds vanuit de klanten, de externe stakeholders en de medewerkers naar de organisatie toe, maar ook omgekeerd. Het is dus iets, het is een wisselwerking in twee richtingen, want de organisatie speelt bovendien ook een actieve rol in de ontwikkeling van waarden en toekomstvisies van de samenleving. Met andere woorden, bij perspectief 4 is de organisatie een dynamisch en actief lid van die samenleving. Nou, ik zei net, de visie is vastgelegd in een mission statement of in andere documenten. Laten we het over die mission statement wat meer gaan hebben. Om te beginnen, wat is het? Wel, het is een bewering over de missie en dat is belangrijk. Bedenk even, het woord statement betekent ook niet voor niets, gewoon letterlijk bewering. En daar zijn veel misverstanden over. Ik heb tal van voorbeelden gezien waarbij studenten in rapporten over een onderzoek dat ze hadden uitgevoerd in een organisatie, de mission statement eigenlijk gewoon zonder meer voor waar aannamen en dachten dat daarmee ook meteen de missie benoemd was. Nou, dat is lang niet altijd het geval en ik ga je daar voorbeelden van geven. Eerst een voorbeeld van hoe het wel heel goed kan. Dat gaat over het Openbaar Ministerie en voor wie even niet weet wat dat is, dat zijn zeg maar de aanklagers in strafzaken. De missie van het OM is vastgelegd in de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Dat betekent dus dat het hier niet gaat letterlijk om een mission statement, maar zoals je bovenaan kunt zien een ander document. Maar goed, het komt op hetzelfde neer in principe. Artikel 124 in die wet zegt, het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. Nou, daar staan misschien wat lastige termen in, maar als je er even doorheen kijkt, dan is dit hele heldere taal. Deze missie is goed vastgelegd. Maar dat is lang niet altijd het geval, want een missie is echt niet per definitie gelijk aan de mission statement. Ook omgekeerd, als er geen mission statement is, wil dat heus niet per se zeggen dat er ook geen missie is. Wanneer is er dan wel of niet een missie? Ik ga een paar voorbeelden geven. Om te beginnen dit plaatje. Je ziet hier, misschien herken je het al, een foto van de Dam in Amsterdam. En er lopen aardig wat mensen rond, die daar allemaal vast wel een doel of plan hebben, of anders misschien gewoon wat lopen te slenteren. Hoe dan ook, gezamenlijk hebben ze duidelijk geen missie. Er is niet een gezamenlijk optreden met een doel waar ze het over eens zijn. Anders is het als je naar deze foto kijkt, want daar zie je een aantal mensen die het vast en zeker eens zijn over een aantal basisprincipes. En daarvan kan je dus zeggen, deze mensen hebben wel een missie.
Alleen, ze hebben misschien niet per se een gezamenlijk mission statement. Ze hebben wel natuurlijk, dat kun je heel goed zien, een heleboel individuele statements. Kijk maar naar al die borden die ze met zich meedragen. Als je een organisatie wilt onderzoeken, dan is een van de meest interessante dingen die je daarbij kunt doen, het ontdekken van de missie van die organisatie. En dat is niet altijd zo gemakkelijk, want er zit een hele hoop wanberichten bij, dingen die niet helemaal duidelijk zijn. In ieder geval, als er een mission statement is, dan zou ik zeggen, begin daar eens mee. En dan is stap 1 wat je moet doen om te kijken of je daarmee de missie op te pakken hebt. Stap 1 bestaat eruit dat je die missie eerst maar eens gaat opkuisen door alle wollige woorden te verwijderen. Dat doe je door één voor één de belangrijke woorden te vervangen, zo mogelijk, door hun tegenovergestelde. En dat kan hele leuke, verrassende resultaten opleveren. De voorbeelden die ik je ga geven, die ben ik allemaal tegengekomen in rapporten van studenten die ik beoordeelde. En hier is dan de eerste. En dat gaat over het Koning Willem I College in Den Bosch. En het Koning Willem I College is een ROC, dus een organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs. Welnu, op hun site kun je direct vinden wat hun mission statement is. Namelijk, gewoon een goede school. Nou, dat is een mooie uitspraak. Laten we die eens gaan onderzoeken. Welke woorden staan hierin die betekenis lijken te hebben? Dat is om te beginnen gewoon, dan goede en dan school. Wat ik dus gedaan heb, is ik heb die drie woorden onderstreept en dan ga ik ze één voor één eens wat beter bekijken. Laat ik beginnen met het woord goede. Vervang dat woord maar eens door zijn tegenovergestelde. Dan ontstaat er dus gewoon een slechte school. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de kans niet zo geweldig groot is dat er ergens in de wereld een school te vinden is die reclame maakt met het feit dat ze slecht zijn. Dus met andere woorden, het woord goed is gewoon betekenisloos. Het beste wat je kunt doen is dus het woord gewoon maar wegstrepen. En dan krijgen we dus dit. Vervolgens, het woord gewoon. Vervang dat maar eens door min of meer het tegenovergestelde, namelijk bijzonder. Dan krijg je dus, het Koning Willem I College is een bijzondere school. Maar ja, iedere school vindt zichzelf bijzonder, tenminste heel veel in ieder geval wel. Het woord gewoon is dus tamelijk betekenisloos. Streep het maar weg. Nou, dan als derde, het woord school. Heeft dat dan betekenis? Jawel, want als je dat vervangt door bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan krijg je echt een hele andere bewering. Met andere woorden, het woord school is hier werkelijk van betekenis. En de conclusie is dus, het Koning Willem I College is een school. Dat is wat ze feitelijk van zichzelf zeggen als je eerst alle wazige onzin hebt weggegooid. Volgende voorbeeld. Ibotec in Bokstel. Dat is een hele interessante. Zij zeggen van zichzelf, oh ja, ik moet eerst even toelichten trouwens dat VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. En dat heeft betrekking op situaties waarin je te maken hebt met woongebouwen met meerdere zelfstandige woningen daarin. En in dat geval zijn vaak de verschillende bewoners gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw. En in dat geval schrijft de wet voor dat ze een vereniging van eigenaren hebben die het beheer doet. Dus bijvoorbeeld de financiële administratie, het technisch onderhoud enzovoorts. Dat is voor doorsnee bewoners niet altijd even makkelijk, dus daar kunnen ze best een beetje hulp bij gebruiken. Dat doet Ibotec. Kijk maar. Ibotec wil het VVE-beheer voor haar opdrachtgevers in de breedste zin van het woord op een deskundige en professionele manier, neem ik aan dat er bedoeld wordt, begeleiden en continu bedoelen ze, een positieve bijdrage leveren. Ja, die twee taalfouten heb ik niet bedacht, maar die haal ik echt, kijk maar onderaan, vanaf hun website waar de missie staat. En ik moet zeggen dat ik het een beetje vreemd vind dat de missie van Ibotec op hun eigen website, wat toch een beetje hun visitekaartje is, wordt weergegeven met twee kanjers van taalfouten. Maar goed, oké, die zijn dan in elk geval verbeterd, dus laten we daarna maar eens verder gaan kijken.
Ik ga onderstrepen welke woorden hier misschien betekenis zouden kunnen hebben. Dat is wil, VVE-beheer, voor haar opdrachtgevers, in de breedste zin van het woord, op een deskundige en professionele manier, begeleiden en continu een positieve bijdrage leveren. Nou, dat ga ik eens nader aan de tand voelen. En dan begin ik even gewoon aan het begin van de zin. Dus bij wil. Ja, en dan denk ik meteen als ik dat dan lees, dit is wat ze willen doen. Maar doe daar nou niet zo ingewikkeld over. Als je dat wil doen, doe het dan gewoon. Dus wat moet dat woordje wil daar nou eigenlijk in? Haal dat alsjeblieft weg. Maak dat alleen maar nodeloos ingewikkeld. Het tweede, VVE-beheer. Heeft dat betekenis? Jazeker, want dat vertelt iets over in welke branche ze zich begeven. VVE-beheer is echt belangrijk, dus die krijgt van mij de kleur groen. Die mag doorgaan. Voor haar opdrachtgevers. Ja, voor wie anders? Voor de bewoners van Zuid-Afrika? Voor Marsmannetjes? Kom op. Natuurlijk voor haar opdrachtgevers, dat hoef je er echt niet bij te zeggen. Dan, in de breedste zin van het woord. Ja, sorry, maar dat vind ik alleen maar hartstikke vaag. Ik zou niet weten wat je daar nou mee wilt zeggen. Als je wilt aangeven wat je nou precies voor dingen doet in het kader van het VVE-beheer, benoem dat dan, maar niet met zoiets vaags als in de breedste zin van het woord. Ah, de volgende is erg grappig. Op een deskundige en professionele manier. Als je dat vervangt door het tegendeel, wat krijg je dan? Op een knullige en amateuristische manier. Nou, ik denk echt niet dat er ook maar één bedrijf in de wereld is dat daar prat op gaat. Dus dit spreekt zozeer vanzelf dat ze op zijn minst van zichzelf beweren dat ze deskundig en professioneel zijn. Laat dat alsjeblieft weg. Dat is gewoon alleen maar een reclame en verder niks. Dan komen we bij begeleiden. Dat begeleiden, dat zegt wel wat. Want je kan natuurlijk de VVE's op verschillende manieren ondersteunen. Je kunt ook, in plaats van het door de mensen zelf te laten doen, al het werk uit hun handen nemen. Nou, dat is kennelijk wat ze niet doen. Nee, ze laten het werk uitvoeren door de VVE, maar begeleiden ze daarbij. Die manier van werken, die zegt volgens mij wel wat. Dus die geef ik groen licht. Dan continu. Ja, continu, continu. Zaterdagavond om 11 uur 's avonds zeker. Nee, daar geloof ik niks van. Dat is echt niet continu. En ik zou niet weten waarom dat in je missie moet staan. Dus ik haal hem er gewoon uit. Volgende, positieve. Oh ja, positieve bijdrage. Dus het had ook kunnen zijn dat het een negatieve bijdrage was. Dat ze proberen de zaak in de soep te laten lopen. Kom nou, natuurlijk een positieve bijdrage. Dat moet je er helemaal niet bij zeggen. Weg met die rotzooi. Ten slotte nog bijdrage leveren. Ja, wat bedoel je daarmee? Er staat al begeleiden. Dus wat bijdrage leveren betekent, dat weet ik dan echt niet. Dus die haal ik er ook gewoon weg. Nou, en dat betekent dat ik uiteindelijk heb overgehouden. Ibotec begeleid VVE-beheer. Dat is helder, dat is concreet. Al moet ik toegeven dat het goed zou zijn als er een paar nadere toelichtingen bij stonden om te laten zien hoe ze dat dan precies doen en zo. Maar goed, oké. Wat er overgebleven is, heeft in ieder geval betekenis. Dat staat vast. Voorbeeld 3. Coolblue in Rotterdam. Ik heb serieus een rapport gezien waarin een student mij liet weten dat de missie van Coolblue is alles voor een glimlach. En geloof het maar, die student had gelijk in die zin dat dat daadwerkelijk op de website staat van Coolblue. Dus ja, wat moet je daarmee? Nou, laten we eens gaan kijken. Er staat om te beginnen alles en verder staat er voor een glimlach. Oké, alles. Ze beweren dat ze alles doen als er maar een glimlach verschijnt. Alles? Alles? Zeker weten? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus ik denk toch dat er dingen zijn die ze weigeren te doen, zelfs als het nodig is om daarmee een glimlach te krijgen. En trouwens, voor een glimlach, van wie dan? Van de klant? Van de verkoper? Van de eigenaar die de winst in hun zakken steken? Ik weet het niet precies, dat staat er namelijk niet bij.
Dus om te beginnen, alles is vaag, maar ook voor een glimlach is vaag. Als het gaat om voor een glimlach, vermoed ik dat het in werkelijkheid is voor fikse bedragen die de klant betaalt. Of zou je als klant gratis en voor niks een creditcard krijgen bij Coolblue? De kleuren kloppen, maar het verhaal niet. Dus ik denk het niet. Met andere woorden, ook dat streep ik weg. En wat hou je dan over? Coolblue doet, ja, ik weet niet, niets kennelijk. Wat natuurlijk niet zo is, want het is een bedrijf dat het geloof ik heel behoorlijk doet. Met andere woorden, deze mission statement, sorry hoor, maar die slaat echt nergens op. Goed, voorbeeld 4, de nationale politie. Het hoeft niet slecht te zijn, want dit is een mission statement die ik uitstekend vind. De politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door, afhankelijk van de situatie, gevraagd en ongevraagd, te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen. Je ziet hier wat voor visie ze hebben, wat voor doel ze nastreven en ook hoe ze het doen. Namelijk, door middel van 3 werkwoorden, beschermen, begrenzen, bekrachtigen. En mocht je twijfelen aan wat die woorden betekenen, nou, dat staat er direct bij, want die worden keurig uitgelegd. Ik ga die zinnetjes nu niet voorlezen. Als je ze echt wilt lezen, moet je dit filmpje maar even stopzetten. Maar daar staat in ieder geval heldere kost. Goed, dat was stap 1. Stap 2, maak specifiek. Want kijk, ik had bijvoorbeeld gevonden, het Koning Willem I College is een school. Maar ja, er zijn zoveel soorten scholen en onderwijsinstellingen in het algemeen. Van basisschool tot universiteit en allerlei commerciële instituten en noem het maar op. Wat betekent dit? Dit kan wel ietsje specifieker. Dus, om te beginnen, Koning Willem I College is een regionaal opleidingscentrum, oftewel een ROC. En misschien dat niet iedereen weet wat een ROC is, veel mensen wel overigens, dus daar is dat wel prima. Maar als je niet weet, kun je het altijd opzoeken, want internet weet dat soort dingen. Dus hier staat een heldere bewering. Helderder dan alleen maar is een school. En toch kan het nog wat uitgebreider. Want kijk, het is mooi als je erbij zegt dat het een ROC is in de regio Den Bosch. Dan weet je ook dat het de ambitie is van het college om in die regio onderwijs te verzorgen en niet ook bijvoorbeeld in Friesland. Het kan nog iets duidelijker, want je kunt ook zeggen wat ze nou precies doen, namelijk dat ze in de regio Den Bosch middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verzorgen. In alle onderwijssectoren. Ook dat is een mooie toevoeging, want je hebt kleine ROC's met 1 of een paar opleidingen, maar het Koning Willem I College is een grote en die bestrijkt alle onderwijssectoren. En als je dit nu weet, nou, dan heb je een heel aardig beeld van wat dat is voor een instelling. Nou, IBOTEC. IBOTEC begeleidt VVE-beheer. Ja, prachtig, maar dat kan beter. Waar doen ze het? Nou, om te beginnen in Dordrecht en omgeving. Met betrekking tot, en nou krijg je te zien wat ze nou feitelijk doen, administratie, technisch onderhoud, financiën, bouwadviezen en onderhoudsplannen. Kijk, daar heb je wat aan. En om het nog wat concreter te maken, weet je nog dat ze opschepten in hun mission statement over dat ze het zo goed doen, positieve bijdrage, dat soort dingen. Dat was niet erg concreet, maar deze toevoeging is dat wel, want ze doen dat conform NEN zoveel. En NEN is een norm waarin hele duidelijke eisen gesteld worden. Die kun je opzoeken op internet en dan weet je exact waar je aan toe bent. Nou, Coolblue. Ja, daar bleef van hun mission statement helemaal niets over, dus laten we nou eens gaan kijken wat het dan wel is. Wel, Coolblue is een winkelketen die in Nederland en België elektronische apparatuur levert. Dat is prachtig en dat doen ze, toevoeging, via web en fysieke winkels. Dat doen ze om precies te zijn voor de consumenten en in mindere mate de zakelijke markt. Kijk, met een assortiment dat voornamelijk bestaat uit computerapparatuur, radio en tv, huishoudelijke en sportartikelen. Nu weet je precies waar je aan toe bent bij Coolblue. En dan kan je zeggen van waarom moet dat nou precies zo gedetailleerd zijn? Wat heeft dat nou voor nut? Nou, dit is ontzettend belangrijk als je wilt nadenken over de vraag of de toekomst geborgen is van een organisatie op basis van hun missie. Als je die missie specifiek maakt, dan ben je in staat om na te denken over al die keuzen die daar op dit moment in diverse kleuren op het scherm staan.
En als je daar naar onderzoek doet, en dat is vaak bij onderzoeken van mijn studenten het geval geweest, dan kun je op die manier kijken of het misschien verstandig zou kunnen zijn, aangezien er wellicht in de toekomst dingen aan het veranderen zijn, om onderdelen van die missie te gaan herzien. Dus samengevat, indien nodig, redefine the company mission. Het vervolg daarop kun je zien in een ander videocollege en dat gaat over onderwerp N1, oftewel toekomstbeeld. Genoeg nu over de missie. In het VIA-criterium waar we het hier over hebben, gaat het over een drietal woorden, namelijk visie, missie en strategie. Waarbij in het ideale geval uit de visie de missie is afgeleid en daaruit weer de strategie. En ik ga je daarvan een concreet voorbeeld laten zien bij een bepaalde organisatie. Die organisatie is dan het Openbaar Ministerie. Ik heb je daarvan de missie al laten zien, eerder in deze video. En daar werd verteld dat het OM belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en andere bij de wet vastgestelde taken. Nou, die visie is afgeleid uit een missie van die organisatie die ik je ga laten zien. De visie, ik laat hem wel zien in een ingekorte versie, hij is langer in werkelijkheid, maar de essentie geef ik hier weer. Die is namelijk, de visie van het OM is om het strafrecht in te zetten door zaken af te doen aan de hand van contextinformatie over de verdachte en zijn omgeving. Dat is inderdaad een visie, want er staan een paar hele belangrijke basisprincipes bij over hoe deze samenleving zou moeten draaien. Namelijk dat daarin het strafrecht een belangrijke rol speelt. En dat dat gebeurt niet zomaar blindelings en voor iedereen op dezelfde manier, maar dat dat mede gebeurt op basis van contextinformatie, zowel over de verdachte als zijn omgeving. Dat is een visie op hoe de samenleving, de maatschappij, zou moeten functioneren. En de plaats van het OM daarin wordt beschreven als het OM draagt met de strafrechtelijke handhaving bij aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. En daar zie je dus de beide componenten van een visie, zoals ik die in het begin van dit verhaal vertelde. De eerste zin is een visie op de samenleving. De tweede is een visie op wie zijn wij zelf eigenlijk? Wat doen we hier? Wat is onze identiteit? Nou, en als je dat hebt vastgesteld, dan kun je daaruit die missie afleiden, die ik al eerder heb laten zien. En uit die missie vloeit dan weer voort de strategie. En daarmee is het drietal visie, missie, strategie compleet. In dit geval, het OM is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen, dat slachtoffers, enzovoort, enzovoorts. Dat is hoe ze de dingen willen doen die ze in hun missie hebben opgenomen. En uit die strategie wordt dan als volgende, als het goed is, weer afgeleid het beleid. En niet iedereen snapt helemaal goed wat het verschil is tussen strategie en beleid. Wel, dat is heel eenvoudig. De strategie is het plan voor de lange termijn, hoe je uiteindelijk dingen tot stand wilt laten komen, terwijl het beleid het plan is voor de komende tijd. En uit het beleid vloeit dan weer af je plan voor nu, of daadwerkelijk de uitvoering daarvan in de vorm van activiteiten. Een helder voorbeeld volgens mij. En laten we dat dan eens verder gaan voortzetten. Hier heb je dat plaatje van daarnet weer. Visie geeft missie, geeft strategie, geeft beleid, geeft activiteiten. Nou, en zo ben je als organisatie bezig en dit is dan als het ware het ideaalplaatje. Ik moet er wel bij zeggen dat ideaalplaatje wordt lang niet altijd in de praktijk zo uitgevoerd. Want er zijn natuurlijk zat organisaties, misschien zelfs wel de meeste, die allerlei vormen van beleid en zelfs van concrete activiteiten hebben, die weinig of niets te maken hebben met de missie of de visie. En je ziet zelfs vaak het omgekeerde optreden. Dat datgene wat ze doen en wat dan blijkt te lukken, als ze het al nagaan, wat er wel of niet lukt, vertaald wordt in een missie. We doen dit, het lukt aardig, oké, dus dan zijn we daarvoor. Nou, uit die activiteiten komen uiteraard resultaten tevoorschijn. Die resultaten worden, als het goed is, bekeken, geëvalueerd. En idealiter is het ook zo dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar de resultaten die je als organisatie zelf weet te behalen, maar dat daarbij ook gekeken wordt naar ontwikkelingen in de buitenwereld. Denk aan technologische vernieuwingen, wetenschappelijke ontdekkingen, economische verschuivingen,
politiek beleid enzovoorts. Als de organisatie gevoelig is, sensibel is voor dat soort ontwikkelingen, dan wordt dat meegenomen in de evaluaties. En alleen als je dat ook nog eens weet te doen, dan zul je zien dat dat kan bijdragen aan een periodieke herziening, bijstelling van de visie en daarmee ook van de missie. Nou, als je dat hebt, dan heb je een levende, wakkere organisatie die er voortdurend aan kan werken dat ze klaar zijn voor de toekomst. Dat is overigens niet het enige, want het lijkt er nu op alsof dan de ontwikkelingen in de buitenwereld uitsluitend naar de organisatie toewerken. Maar bij een betrokken organisatie komt het omgekeerde ook voor. In dat geval is er sprake van dat vanuit de visie wordt bijgedragen aan de bredere visieontwikkeling in de samenleving als geheel. In dat geval heb je te maken met een maatschappelijk betrokken organisatie. Nou, er zijn een aantal video's die een mooi vervolg zijn op deze. En ik noemde al even, als het gaat over de herziening van de visie en de missie, video N1 over toekomstbeeld. Een paar andere FIA-criteria vind je terug in andere filmpjes. Zoals het onderwerp, dat heet ook letterlijk zo, sensibiliteit. Bij de visie kun je heel mooi verder kijken onder het thema kwaliteit. P6, dat wil zeggen het zesde en laatste onderwerp van de module primair proces. En bij de missie zijn er een paar. Je kunt heel goed als vervolg op deze video gaan kijken naar een video over S1, motieven, S in de vorm van de module samenleving, en ook S4, waarden. Tot slot zoom ik nog even uit naar de gehele FIA-methode, zodat je kunt zien hoe het onderwerp van dit college past in het grotere geheel. Je ziet hier onderaan een paar nuttige weblinks voor meer informatie. Theorie over de achtergronden van duurzaam ondernemen zijn beschikbaar in het basisboek Duurzame Ontwikkeling, waarvan de vierde editie in 2020 verscheen bij uitgeverij Noordhof. Vergelijkbare boeken in het Engels en het Duits zijn of komen binnenkort beschikbaar.